met al dat licht wat er nu is. Dus niks balans, er is nu meer licht als dat er donker is. Dat licht buiten jou, dat zit dus ook in jou. Hoe moeilijk is het om je frequentie hoog te houden? Alles wat naar buiten komt nu, mondkap af, maar wel een testbewijs met weet ik veel wat allemaal. Dat wisten we toch al. Ga je daardoor gek laten maken, terwijl je met een hoger bewustzijn zit? Ga je dan helemaal jou laten overrompelen door emoties? Allemaal dingen voelen en denken wat jij niet bent. Je ziet iets wat jij niet bent, je voelt iets, maar ben dat wel. Je hoort iets, ruikt iets, dat ben je niet, maar je denkt iets, dat ben jij wel. Je kan daardoor niet de frequentie hoog houden, jouw vibratie hoog houden, maar laat dat helemaal naar beneden trekken naar een laag puntje. Sommige mensen die zijn als vampieren de mensen hun bewustzijn naar beneden aan het brengen. Ondertussen doen ze zelf alsof ze omhoog hebben zitten. Het is echt alsof hun Dracadians en echte wezens die hangen in de vierde dimensie. Dus ook gewoon shapeshift. En daardoor zien ze er elke keer anders uit en doen ze gekke dingen. Daardoor zien hun foto's, sommige foto's eruit alsof het gefotoshopt is. En het gaat alleen maar moeilijker worden. Als jij niet met de energieën kan resoneren. Als je er niet mee kan resoneren, dan ga je alleen maar agressiever, bozer, verdrietiger, huiliger worden. Ga je helemaal in je schulpje kruipen. Ga je niet naar binnen toe en ben je alleen maar bezig in de externe wereld. Dan ga je er alleen maar meer bezig mee zijn. Ga je jezelf helemaal verliezen. Ga je niet meer weten waar je naar zoeken moet. Rondrennen als een kip zonder kop. Terwijl het gaat alleen in jou ga je de oplossing vinden. Je kan met 10 miljoen in Nederland opstaan. Gaat allemaal niks doen dan. Jij moet die verandering gaan doorbrengen. Zelfs mensen die de boodschappen spiritueel aan het brengen zijn, die kunnen het niet handelen. Met al dat licht wat er nu is, hè, deze 4 dagen is het licht op maximaal. Die 2 dagen daarvoor ging de zon dan een minuut eerder op. Of onder, maar hij kwam wel een minuut eerder op. Dus deze 6 dagen. Kijk hoe mensen zich deze 6 dagen gedragen. Niemand kan de frequentie hoog houden. Sommige mensen zijn zo erg in hun ego. Wat anderen van hun denken. Wat hun van alles denken. Hoe hun zich zorgen maken om de dingen. Niet in kunnen printen, een mooie ding van maken. Sommige mensen zijn echt Dracadians. En andere mensen, voel je niet, zie je niet hoe mooi de lucht is, hoor je de vogeltjes niet fluiten. Zie je niet dat het kwaad steeds meer en meer aangepakt wordt. Kijk jij geen tv, maar echt alleen maar het internet en ben je alleen maar mensen aan het volgen die zichzelf helemaal verloren zijn in hun eigen bubbel? Kan jij niet jouw lampie verder verspreiden? Hang je echt alleen maar in je eigen shit, kan je niet naar andere mensen luisteren? Zit je echt helemaal in je eigen negatieve wereld? Als het in 2023 pas gaat beginnen. Nog niet eens begonnen is. En mensen zichzelf nu al helemaal verliezen. Nu de angst, de woede, de boze verdriet, al die negativiteit je nu al overrompelt. Lijkt met sommige mensen ook echt alsof ze het maar gewoon weer opgeven. Sommige mensen die kunnen ook gewoon niks volhouden. Die gooien ook een keer maar de handdoek in de ring. Als het te moeilijk wordt, dan geven ze het weer op. Het is echt. Volhouden is ook een ding, hè. In erin blijven geloven is ook een ding. In jezelf blijven geloven. Wat ben je anders allemaal aan het vertellen als je jezelf daarna niet meer gelooft? Als je alleen maar de waarheid spreekt, is heel makkelijk hoor om bij jezelf te blijven. Mensen laten zich beïnvloeden en afleiden en misleiden door hun eigen zintuigen.
Doe maar met je open hart en niet echt te waarnemen. Je bent aan het kijken met je oren, luisteren met je oren. En dat is het enige wat je aan het doen bent. Terwijl ga eens echt waarnemen. Dat 3D plaatje kijken van die magiceye.com. Als jij dat kan zien, die dingen voor, ga dat doen bij mensen. Dan ga je zien wat er onder dat masker zit. Dat is echt een valkuil, hoor. Het is echt een valkuil. Ze willen je met je emoties die shit intrekken. Ze stoppen echt demoontjes bij je erin. Ze stoppen dat kwaad bij jou erin, dat donker. En jij gaat daarmee mee bezig. Het is echt als een blokje kaas voor een muis wat op een trap ligt. Mensen grijpen dat kaas ook nog en plap, daar zit je dan in die trap. Niet zelf vooruit kunnen komen omdat je alleen maar bang aan het doen bent. Met al dit licht zou het toch niet zo moeilijk kunnen zijn om de dingen vast te kunnen houden. Maar dit licht, mensen kunnen het licht niet aan. Daar waar echt duister is, doet het pijn al dat licht wat nu op ze komt. Nou, de lucht is dan ook tegelijkertijd echt geladen met die energie. Dus hun die niet hun eigen energie produceren, stroom hebben. Het moeten zuigen bij andere mensen vandaan met hun magnetische velden. Nou, dan komt er nu zoveel stroom komt er bij mensen. Dit zou echt mensen wakker moeten maken. Weer even terug bij hunzelf komen. Dit zou je niet een stapje terug moeten doen. Dit zou je twee stappen vooruit moeten zetten. Je zou moeten zweven van dit. Ik voel me echt zo licht als een veertje hier al. Dit is echt gewoon waar ik zie, hoor. Waar mensen weer hun ziel buiten hunzelf stoppen. Ver weg van hunzelf, al die angst, boos, woede, de tussenstippen. En gewoon erin trappen in de tv weer. Maar ze hebben de tv weggegooid. Kijken nu alles op internet. Maar al die tv-programma's, die plaatsen ook alles op internet. En daar kijk je naar dan. Mensen die maar niet doorhebben, dat RIVM-plaatje van me van de Eerste Kamer. Hun zijn bezig met jou bang en boos houden. Hun zijn bezig met jou maar van links naar rechts en volop in de emoties. Al die mensen die je niet ziet, maar die wel wakker zijn. Niemand is wakker, ik word er echt gek van. Zijn er maar een paar, dus ze zijn dan. Zijn dan echt de mensen die zometeen, de enige die nog wakker zijn. Zijn dat degenen die op de guidestone staan? Mensen zijn echt, kunnen maar niet zien. Maakt niet uit welk geloof je erbij pakt. Dit lijkt toch echt op een eindtijd. De dag des oordeels, die komt eraan. En als jij al goed was, een jaar geleden nog goed was. Ga eens terugdenken wie jij een jaar geleden was en hoe je nu allemaal aan het denken bent. Ben je daarmee een beter mens geworden? Omdat je nu de waarheid weet? De waarheid weten maakt jou geen beter mens, hoor. Hoe jij omgaat met die waarheid. Het moet toch alleen maar makkelijker worden met je frequentie zo hoog. Maar omdat jij zo wakker bent, dat je aan het herkennen bent wie jouw frequentie heel laag aan het brengen is. Wie jou echt aan het opfokken is, dat jij ook boos bent. Inderdaad. Mensen moeten zich eens gaan verdiepen in wat een martelaar is. Als jij mensen aan het martelen bent, dat is iets anders dan een martelaar zijn. Ja, niemand die wil ook echt iets doen, hè. Alleen maar luisteren en mening en vind ik ook, ik vind dit, ik vind zus, ik vind zo. Maar wie is echt aan het werken met de energie in zijn lichaam? Wie is echt zijn bewustzijn aan het verruimen? Wie is echt zijn zintuig aan het stimuleren? Wie brengt die dingen, probeert jou de praktijk naar buiten te brengen, dat je daarmee bezig kan? Je moet het wel zelf doen. Maar nee, dat willen mensen niet. Mensen willen alleen maar luisteren, goede tijden, slechte tijden kijken en er een mening over hebben. Met z'n allen zwarte pieten. Het is gewoon te makkelijk om op te geven, om een stap terug te doen.
Je moet gewoon daardoor die stap blijven zetten. Het is toch de matrix die je elke keer terugtrekt. Die jou elke keer dingen laat denken, die jou elke keer dingen laat voelen, die bepaalde mensen op je pad doet. Jij. Ja, niet iedereen hebt de hum of God. Daar kan je niet mee fokken en doorheen komen. Maar al die andere mensen, die laten dat wel doen. Het moet de strengheid in je zijn, toch? Die je voelt, omdat de warmte die bij jou binnenkomt, de boosheid waar je warmte van maakt, dat komt toch bij je hart, dat wil je toch uitspreken aan iedereen. Het is toch de bedoeling dat mensen niet boos van je worden, maar dat ze iets gaan realiseren. Sommige mensen maken video's, denken dat er mensen naar hen kijken die niet wakker zijn. Je praat alleen maar naar mensen die al de hele tijd naar je kijken en naar je kijken omdat ze ook wakker zijn. Ben je mensen aan het opfokken of ben je mensen aan het verlichten, inspireren, waardoor ze wel met hunzelf aan het werk willen. Niet gaan wachten op een ander die het gaat oplossen voor ze. Dan wil je iemand een goed iemand van ze maken of wil je een slecht iemand van ze maken? De oordeling, de veroordeling, de dag des oordeel. Armageddon, het komt er allemaal aan en dan wil je slecht zijn. Als je straks veroordeeld gaat worden, telt dit gewoon mee hoor, deze laatste anderhalf jaar. Zolang al die lichtwerkers maar alleen in het licht bezig zijn. Ze wel hangen in wachtkamertjes, bezig gehouden worden. Maar het gaat echt, het gaat zichtbaar worden, die Drakkadian, vierde dimensie, het RFVM, het gaat allemaal zichtbaar worden. Maar mensen moeten door illusies gaan heen zien en ze vinden het al moeilijk om een plaatje te begrijpen. Zelfs met die balkons. En iedereen is wakker en aan het groeien in bewustzijn. Echt, de ene trap na de andere trap zijn ze aan het neerzetten. Valkuilen, zodat mensen erin kunnen doen. Zodra een illusie dreigt te doorbreken, zetten ze wel weer een nieuwe neer. Degenen die kunnen zien welke veranderingen er plaatsvinden, die zouden iets moeten waar kunnen nemen. Degene die weet welke veranderingen er bezig zijn, omdat hij ze manifesteert, of niet manifesteert, hun veranderen de boel gewoon weer elke keer. Maar dingen gaan duidelijk worden voor mensen. Steeds meer en meer mensen zijn de video's van me aan het kijken, dat valt toch op. Kunnen mensen weer weggaan, maar dat gaat de hele tijd al zo. Dat komt vanzelf wel weer bij. Mensen gaan mijn video's niet kijken omdat ik ze wakker ga maken. Mensen gaan mijn video's kijken omdat ze of wakker zijn of er bijna zijn en er iets prikkelt wat ik zeg. En al die mensen die naar mij toe zijn gekomen in de chat, de e-mail. Nu de andere kant, het precies hetzelfde. Mensen die het voor anderen zijn komen opnemen. Nu die anderen de dingen ook horen zeggen. Denk je dat één van hun naar mij is gekomen? Sorry, dat gelijk over hem. Niemand, omdat ze er allemaal bij horen. Dus als er alleen maar fake omheen hangt, maar dat verdwijnt. Fake verdwijnt en echt blijft. Mensen zijn nu met hun fans en idolen bezig. Geen idee dat ze op dat internet in de demo-wereld allemaal nieuwe fans en idolen gecreëerd hebben. Allemaal valse persoonlijkheden en karakters. Ja, het licht gaat zometeen weer afnemen. Dan gaat het donker, dat gaat weer groeien. Het is echt mensen. Ja, als je meegaat met het negatieve, dan kan je ook je frequentie niet omhoog hebben. Als jij alleen maar met anderen bezig bent, niet met jezelf, dan ben je ook gewoon niet uniek. Met al dit licht en dan donker in je laten stoppen door mensen die spiritueel doen. En het zegt alles wat rond de demo-wereld hangt of waar mensen uit de demo-wereld terechtkomen in Nederland. Het is echt 80% allemaal vals licht. Als je hun licht ziet, omdat ze dan boven het boven hun eigen lichaam hangen. Kijk mij stralen. Maar mensen die spiritueel doen en een dubbel masker hebben. Ook heel erg evil en agressief.
zou echt uit gaan kijken wie je volgt. Gooi gewoon je frequentie omhoog. Ga voelen wat je denkt. Denken wat je voelt. Dan ga je echt anders waarnemen. Als je dan ook nog je zintuigen gaat stimuleren, of je gewoon je ogen dicht doet, stop vanzelf wel de donkere, dan wordt het daar ook licht.